Gerrit Nijkamp. En vandaag is John van Schip gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer vanaf komend seizoen. Ja, staat hier een tevreden technisch directeur? Ja, zeker. Ik denk dat wij met John een waardig opvolger hebben gevonden voor Ron. En die ons kan verder helpen in het gezamenlijk doel wat we hebben om deze club naar een mooie stabiele Eredivisieclub te laten groeien. Voor mij is de naam John eigenlijk naar voren gekomen toen ik vorig seizoen op uitnodiging van de KNVB in Australië was, in Melbourne, ook bij zijn club. En daar hebben we wel wat gesprekjes gevoerd. Toen heb ik hem wel opgeslagen en bij terugkomst ook tegen Adriaan gezegd van hey, dat is zeker een kandidaat mocht Ron de club nog een keer gaan verlaten, wat we wisten wat zou een keer zou gaan gebeuren. Waar we mee in gesprek moeten. En dat hebben we gedaan. Met de andere kandidaten, waar we ook goede gesprekken mee hebben gevoerd, kwam hij toch eruit als de meest geschikte. Die ook met name in het team goed kan werken. En dat vinden we wel heel belangrijk, wat we ook in het profiel hebben opgesteld. Iemand die gewoon goed kan managen, verbinden kan zijn en uiteraard ook gewoon leiding kan geven en goed kan aansturen. Waarom denk je dat hij goed past bij de clubcultuur? Nou ja, omdat hij denk ik vanuit zijn eigen achtergrond als speler, maar ook als trainer bij Ajax een goede opleiding heeft gevolgd. Waarin voetbal voorop staat, hè. De bal wil hebben, positiespel, dominantie, individuele acties. Hij zei net zelfs heel mooi in de persconferentie, vond ik, spektakel bieden. Hè, want daar komt het publiek voor naar je stadion. Dus op dat gebied denk ik dat hij heel goed bij ons past. En daarnaast werken in het team. Hè. Het team van het Schip geeft hij leiding aan. Maar hij moet ook zorgen dat types als Dwight Lodewegers, Gert Pees de Gunst, Jacques Storm als keeperstrainer en ook onze fysieke trainer Gerard Werming optimaal kunnen functioneren. Ja, heb je nu het gevoel dat er een uitgebalanceerde staf staat? Ja, dat denk ik wel. Al moet je natuurlijk uiteraard ook nog even afwachten hoe dat straks gaat lopen. Maar op voorhand denk ik dat het een heel mooi team is. En een heel mooi uitgebalanceerd team. En je wilt graag een team binnen de lijnen hebben die uitgebalanceerd is. Maar het team buiten de lijnen, lees daarmee je technische staf, begeleidingsteam, dat moet ook top zijn. En om die groep in het veld goed te kunnen faciliteren. John van Schip is nu gepresenteerd. Ik neem aan dat hij de komende week al gaat aansluiten met het oog op komend seizoen. Ja, uiteraard zijn we de laatste dagen al intensief met elkaar in gesprek over ontwikkelingen, spelers, voorbereiding. En dat zal vanaf morgen nog intensiever worden en zal hier veel te zien zijn. Donderdag gaan we al samen naar Roda natuurlijk om de wedstrijd samen te kijken. En hij wil graag zoveel mogelijk informatie inwinnen bij iedereen binnen de club. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn straks aan het begin van het seizoen.